De directeur van de Surinaamse Postspaarbank, SPSB, Guinmardo Cromosuto, is vandaag in verzekering gesteld. Dit meldt de afdeling voorlichting van het Korps Politie Suriname in een persbericht. Zijn aanhouding heeft te maken met het onderzoek dat ingesteld is tegen de gewezen governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trict, en de voortvluchtige ex-minister van Financiën, Gilmore Hoefdraad. De directeur wordt onder andere verdacht van deelneming aan een criminele organisatie, gekwalificeerde verduistering en oplichting. De afdeling fraude van de politie is belast met dit strafrechtelijk onderzoek. Naast de aanhouding van de SPSB-directeur meldt de politie ook dat de dorpshoofd van Mata, Michel Carwo Fodi, gekneveld en dood is aangetroffen in zijn woning. Starnoes verneemt dat hij vastgebonden was aan zijn benen en dat hij door een steekverwonding om het leven is gebracht. Dorpelingen en de inheemse gemeenschap reageren geschokt op dit nieuws. Politie-eenheden zijn ter plekke bezig met het onderzoek. Politiewoordvoerder Humphrey Naarden bevestigt tegenover Starnieuws dat het om een levensberoving gaat. De afdeling kapitale delicten zal de zaak overnemen van politie Sandré. Ook de forensische opsporingsdienst is onderweg naar Mata.